hebben gelovigen de moraal in pacht? Ja, dat denken gelovigen. En dat, moet ik eerlijk zeggen, is een van de ergste, de dingen die mij het meest ergert. Dat gelovigen mij met, in het hiernamaals met de hel dreigen, dat is niet aardig van ze. Maar daar haal ik mijn schouders over op. Maar wanneer gelovigen van mening zijn dat iemand die geen geloof heeft, dus ook geen moraal kan hebben en tot alles in staat is, dat is iets wat me werkelijk diep kwetst en ergert. En let wel, behalve dat veel gelovigen dat particulier in de kroeg of als ze daar niet komen, dan in de kerk zeggen, het is officieel gezegd. In de tijd toen vlak voor het eerste kabinet, het Paarse kabinet aan de macht kwam en tot de mensen begon door te dringen dat er wellicht een coalitie zou komen zonder christelijke partij, heeft Brinkman nadrukkelijk gezegd tijdens de verkiezingstoespraak dat dat zou betekenen dat de moraal in Nederland en het fatsoen te grabbel zouden worden gegooid door deze ongelovigen. Nou, dat is een vorm van dingen waar ik niet mijn schouders over kan opdagen en die ik vind dat eigenlijk niet gezegd moet worden. Er zijn nogal wat oorlogen waar godsdienst een rol bij speelt. We kennen ze allemaal, nou in Irak en Afghanistan, Noord-Ierland, de Balkan. In het verleden zijn er talloze voorbeelden van, waarbij het nooit helemaal zeker is of wat nou de belangrijkste drijfveer voor die oorlog was. Of het nou economisch gewin of macht was, of dat er een godsdienstige overtuiging was. Maar godsdienstige overtuigingen komen er dikwijls aan te pas. En dat is ook wel handig, ook omdat zij vreed gedrag rechtvaardigen wat anders zeer afkeurenswaardig zou zijn. Maar nu men Gods werk doet, wordt plotseling, wat gruwelijk eerst was, een nobele daad. En dat is, de kunst is, als je mensen slechte dingen laten doen, moet je ze niet duidelijk maken hoe slecht het is, maar moet ze een nobel oogmerk daarbij geven. Dan zijn mensen bereid tot bijna alles. En we hebben talloze oorlogen gehad waarbij dat godsdienstige element een belangrijke rol spelen. Zozeer dat je je moet afvragen of je godsdienst, niet alle godsdienst, niet alle aanhangers van die godsdienst, maar het verschijnsel godsdienst niet historisch moet zien als een van de gevaarlijkste verschijnselen die wij kennen. Omdat er zoveel doden omgevallen zijn. Heeft u respect voor geloof? Nee. Voor geloof heb ik zeker geen respect, omdat ik denk dat het allemaal een verschrikkelijk misverstand is. Ik vind dat ik respect moet opbrengen, althans gelovigen respectvol moeten behandelen. Maar sommige gelovigen maken dat soms erg moeilijk. Noemt u eens een voorbeeld? Wie maken het voor u moeilijk? Nou, gelovige christen als de Amerikaanse president van dit moment maakt het en zijn evangelische volgelingen, Bush dus, en zijn politieke achterban, die bestaat uit de Moral Majority of the Christian Majority of the Christian Coalition, noemen ze het geloof ik. Nou, dat, als ik dat hoor en wat die mensen uitkramen, dan wordt het voor mij moeilijk om zelfs voor die mensen als personen respect te kunnen opbrengen. Er zijn grenzen aan de domheid die aan respect in de weg staan. Kun je mensen alles wijs maken? Ja, bijna alles. Ik heb me daar ook mee bezig gehouden in verband met mijn vak. Hè. Dan is de vraag of getuigen ook alles kunnen wijsgemaakt worden. En dat blijkt tot bijna absurde niveaus mogelijk te zijn. Met mijn studenten erover pratend heb ik wel eens gedacht om tegen ze te zeggen, als je wil weten wat je mensen kunt wijsmaken, moet je zijn kerk binnenlopen. Het meest markante voorbeeld van wat je mensen kunt wijsmaken is godsdienst. Omdat het totale flauwekul is die niet toetsen is aan de werkelijkheid. Nee, eerst plaats is er geen enkele evidentie, geen enkel bewijs voor. Geen aanwijzingen. Dat God bestaat. Maar er zitten ook allerlei doctrines in die op het eerste gezicht wel ondervoegen. De maagd Maria, de moeder maagd Maria, moeder maagd Maria. Als je daar niet over nadenkt, en kleine kinderen denken er overigens ook niet over na, dan onthouden ze dat. En nou, dat is heel redelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar allerlei mensen geloven dat er een persoonlijkheid is, of, ja, een God is die uit drie personen bestaat.
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, met ieder een eigen functie. Ja, dat zijn bizarre denkbeelden. Dat in de eucharistieviering van de katholieken een stuk brood veranderd wordt in het lichaam van Christus. En dat dat niet een metafoor is, niet een vergelijking is, maar een werkelijkheid. Ja, er zijn allerlei mensen die dat geloven. En ik vraag me af, hoe kom je aan zulk geloof? Ja. Want je hoeft geen theoloog te zijn om te realiseren dat er iets heel raars beweerd wordt. Wat in de normale omstandigheden niet voorkomt. Er zijn geen vrouwen die zwanger worden en nog maagd zijn. Dat komt niet voor. Maar hoe is het dan mogelijk dat mensen daar massaal in geloven? Ja, omdat dat de autoriteitsfiguren wordt verteld. En wel op zeer prille leeftijd. Aan kinderen wordt dat verteld. En die zijn geneigd om te geloven wat volwassenen zeggen. En zo geloven ze in Sinterklaas en zo geloven ze in God. En wat Sinterklaas betreft, dan wordt dat gecorrigeerd. Ja. En wat God betreft niet, hè. En daar blijf je dan mee zitten. Ja. Zijn er onderzoeken gedaan in de psychologie die aantonen hoe onbetrouwbaar de waarnemingen van mensen zijn? Ja, natuurlijk. Niet alleen onderzoeken, er zijn duizenden studies van deze aard, waarbij mensen eerst iets wordt getoond. Dat is voor de onderzoeker van belangrijk dat hij weet wat er te zien was. En dan vervolgens wordt gevraagd om aan mensen die dat gezien hebben, dus de getuigen, om te rapporteren wat ze gezien hebben. En wat men dan doet, is proberen daar veranderingen aan te brengen. Er is ook een mogelijkheid om dingen die mensen helemaal niet gezien hebben in te planten. En mijn eigen onderzoek op dat gebied is wel hilarisch, omdat ik een jaar na de Bijlmerramp aan mensen gevraagd heb, gezegd heb, ik wil weten hoe goed uw herinnering aan die ramp is. En eerst wil ik u vragen, hebt u in de tijd de tv-beelden gezien van het moment waarop het vliegtuig het flatgebouw raakte? Zo nee, dan hoeft u de volgende vraag niet te beantwoorden. Zo ja, wilt u dan de volgende vraag beantwoorden. Hoe lang duurde het eerder brand uitbrak? Onder welke hoek raakte het vliegtuig het gebouw? En soortgelijke dingen. Viel het naar beneden of bleef het steken? Nou, en het markante is nu dat 66% van de proefpersonen op de vraag, heb je de tijd die beelden gezien, ja antwoordt. En vervolgens ook die vragen gaat beantwoorden. Dus uit een herinnering daar diep over nadenkt en die vragen dan beantwoordt. En dat betekent dus dat wat een eenvoudige suggestie die in die vraag besloten ligt, hebt u in de tijd, et cetera. Want die beelden bestaan niet. Nee, die beelden bestaan niet. En wie even nadenkt, weet dat ook, kan dat ook bedenken dat die er niet bestaan kunnen hebben. Maar mensen geloven mij graag als ik de vraag stel, zeggen ja en realiseren zich ook daarna niet dat er iets fout is. En gaan dus inderdaad hun geheugen na over hoe lang het duurde eer die brand uitbrak. En geef ook precies antwoord. 30 seconden. Anderhalve minuut. Ik bedoel, daar wordt over nagedacht en dan geantwoord. Nou, dat laat ze ongeveer zien dat je een heel nooit gebeurde gebeurtenis bij volwassen mensen kunt implanten. Is de herinnering en de ervaring eigenlijk wel betrouwbaar? Nee, wij hebben allemaal persoonlijk ervaringen ermee hoe vaak we ons vergissen in onze herinneringen en hoe slecht we leren van onze ervaringen, waarvan je op een gegeven moment denkt, ja, dat had ik nou toch moeten zien aankomen. En dan word je er weer door verrast. Dat is heel gebruikelijk. Een belangrijke mate is dat wat herinneringen betreft, de algemene regel is dat vergeten regel is, iets onthouden is uitzondering. Maar in die zin religieuze ervaringen automatisch ook totaal onbetrouwbaar lijkt me. Ja, ik weet niet wat u met religieuze ervaringen bedoelt. Mensen die geestverschijningen hebben. Om maar wat te noemen, ja. Ja, onze psychiatrische ziekenhuizen zitten vol met mensen die dingen zien die er niet zijn. Dat komt voor. Dat is een twist in het brein van die mensen. Dat is tragisch. Maar wij proberen die mensen liefdevol te verzorgen. We brengen ze niet iedere zondag samen in een kerk.